video. Ik ben Bradley Braafhart en als je dat nog niet weet, dan weet je dan. Jongens, ik ben hier gewoon weer met de ultieme meis. De YouTube-hoer van Nederland. Ja, dat toevallig net te bedenken over dat elke keer als ik een video maak met Marije, dat iedereen denkt dat Marije een relatie heeft met iedereen waarmee ik een video heb gemaakt had ik een relatie. Marije heeft gewoon een vriend die niet van YouTube is. Ja, en hij heet Torsten. Jeroen van Holland heet. Nee, hij heet geen Jeroen van Holland. Jongens, Marije Zuurveld is er weer. Na hoeveel jaar? 2 jaar. 2 jaar. We hebben 2 jaar lang geen video's gemaakt. Nou, ja, 2,5 jaar misschien zelfs al. Misschien bijna 3. Veel te lang. En op het kanaal van Marije hebben we een video gemaakt over dat we terug gingen blikken op hoe we elkaar hebben leren kennen. En toen dacht ik, nou weet je, misschien moet we daar ook terug gaan blikken. Maar dan onze allereerste collab video's die we hebben samen gemaakt. Lekker! Ja, lekker zeg! Dit is 4 jaar geleden. 4 jaar geleden. En kijk, ik ging even spieken. Even kijken. De video heet elkaar blind betasten. Oh, dat kan niet. Dat kan. Ik weet nog dat je dat gedaan had en dat dat overal stond, hè? Die screenshot. Still fucking hate you for that. Oh my god. Hey mensen, welkom bij een lekker nieuwe video. Gezellig met. Hier had je nog niet je intro. Oh. We konden ook niet normaal zitten, dus of dit, of we moesten gek gezicht zijn, of we moesten door elkaar heen schreeuwen. Leef maar gaan. Op het kanaal van Marije gefilmd. Ja. En dat ga je niet even klikken, maar dat ga je straks in de video. Lekker hè? Om die video te bekijken, want dat is ook super. Wat doe ik? Leuk. Maar vandaag gaan wij een hele leuke video, want vandaag gaan we... kunnen het gewoon niet normaal doen. Gewoon niet. Helemaal niet gewoon. Dit is een body part. You're the body part. You're the body. Ik schaam me zo niet soms voor mezelf. Ik ga even voelen bij je handen dat voor het deel van het lichaam. Het is. En dat is het. Laten we beginnen. Oh. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Wat is het? Ik denk dat ik heel vies voel. Heel. Kijk hoe ik hier nog geen tientje zat. Oké, stil maar. It's the tip of your dick. Come on. Oh. Oké, ik zou die hele hand vastpakken. Ik heb er meer hoor. 14. 14 onderkinnen zus. That's a record. Ik heb gewoon 1 dikke. Dat is niet zo mooi vet. Oh, wat erg. Wat doe ik? Oh my god, dit is dit. Ja! Letterlijk dit voelen, dit en dit. Kijk hoe ik ga om dit. Is het dit deel? Nee. Oh. Nee, dat. Maar we waren hier echt. Ik was ook 18 en jij was 15. En nu zijn we 20 en 23. We were both fucking virgins. Of was je toen al naar Malta? Oh, dat is te hard. Ik zei al dit deel. Oh, wat praat ik? Kut! Oh, ik praat een beetje zo. Ja, zo praat ik de hele tijd. Oh, wat kut. Oh, waarom vonden mensen mij leuk vroeger? Lekker op haar hoofd liggen, nu. Die koppen die moet je trekken. De bescheiding beneden het eerstal. Mijn nummer, weet je nog? Ja, daar Fiet 2016! Oh, dat wil ik kijken. Kijk maar. Ja, belangrijk heel schuin uit het beeld. Oh mijn god, wat. Ja, ik was weer wel. Mijn video ben je op het station. Samen met Marije, Gerenzo en Jeroen. Marije, oh is dit. En zouden we naar de videoboard gaan. Ook volkscomité! Hallo! Hallo! Ja! That's when GoTV. Oh my god, it's GoTV! Oh ja, toen was verknipt net uit. Yo, ik ben Bradley. Hoi, ik ben Thomas. Hey, mijn naam is Gerenzo. Hallo, hey, mijn naam is Jeroen. Ik deed dat elke keer verknipt. Gerenzo. Dat is dus. Ik kan ook wel gewoon normaal verlept zeggen hoor. Hoe? Kan je dat ja? Op het station hadden Marije en ik met de kijkers gesproken omdat die kijkers zo lief waren om voor ons een kaart te regelen. Toen hadden we geen kaarten. Oh ja! Wow, dan echt gewoon diehard kijkers. Gewoon die zeiden hier. Hier zijn tickets. Kaarten. Oh my god. Hadden we overgekocht toch? Dat was net als gegeven toch? Volgens mij gegeven. Ja. Want we hadden normaal gesproken geen kaarten en toen hadden we ook een paar kijkers die zeiden van nou ja, we hebben een kaart extra, wil je misschien mee? En toen dachten we ja, dankjewel, wij willen mee. Wow! Bastia. Oh my god, Bastia de Linde. Oh my god. Maar weet je wat? Het kutte was dat iedereen op die VIP, op dat VIP-tekst. Wij waren de enigen die niet VIP waren. Ik weet dat nog, dat vond ik echt kut. Maar het was meer kut als in dat we gewoon onze vrienden zaten daar. En we waren toen net in zo'n periode dat we dachten, nu zouden we eigenlijk bij de VIP's moeten horen. Ja. Zoiets, zeg maar. Mijn moeder. Oh, dat stond niet in JC. Wat is dat? Oh, dat was niet meer in. We waren zo zenuwachtig voor Jeroen, echt zo zenuwachtig. Want Jeroen van Holland. Oh my god! Jeroen was genomineerd voor de Photo Award. En wij als goede vrienden stonden natuurlijk achter Jeroen om hem te steunen bij deze sleuke situatie. Ervaring, dik, spul. Weet Jeroen of weet Jeroen niet? Oh my god! Wow! Dat is zo leuk om te zien! Ik ga niet huilen! Maar kijk! Oh nee, hij staat er niet meer! Oh ja, Jeroen wordt er niet meer. Wat deze laten zien! Ja, en toen, 2 jaar later... Maar Marije is zelf genomineerd voor een Feat Award. En then she got Best Female YouTuber of the Netherlands. Yeah. En wat heeft Bradley gewonnen? Best Friend. Best Still Rider Ever. Oh, maar ik kan me dit zo goed herinneren. Ik was zo blij van, want ik heb echt bijna gehuild toen. Dat was echt... janken, volgens mij. Ja, maar dat was echt voor het eerst dat ik het gevoel had dat wij met onze groep of zo iets bereikt hadden. Want toen waren wij nog geen VIP. Ja. En dat was zo'n soort van bijzonder moment. Ja. Oh my god. De tijden. En we hebben nog 1 video met z'n 2. Met z'n 2, ja? Daarna was het ook weer volgens mij een jaar later. Toen hebben we nog een jaar later gefilmd. Toen hadden we een Q&A gedaan. Kijk. Zo doe je dat allemaal. Wacht even. Oh. Ken je hem nog? Ik ben naakt in de video. Wow, toen stond ik in mijn BH. Maar kijk ook, we worden daar ook een soort van... Ik vond ons hier er echt goed uitzien. Ja, ik had alleen mascara onder mijn oog. Ja. Maar ook mijn haar weer strobaal, maar het zag er goed uit. Oh, dat is lachje! Ja. Kan je nog? Ja. yes. The gathering 2014. Ja, dat is echt wel leuk. Ja, dat was dus weer. Die geluidseffecten. Foto's samen. Dus ja, screenshotfoto die ik heb van ons samen. Oh, kijk hoe schattig we zijn. Oh my god. Echt niet te doen. Waar was dat ook weer van? Dat deden we echt. We deden altijd zo, als we iets vies vonden of zo. Ja. En op een gegeven moment kwam jij er volgens mij mee zo. Dat ik weer opdrong. We waren echt weird. We zijn raar. Het zit Bradley in de hond als niemand reclame op tv. Dan ben ik het vrij. De ene keer kijk ik alleen maar YouTube-video's. En dan ben ik heel traag met mijn schatje. En soms doe ik niks anders dan ik Nou, ja, wij gaan verknipt! Ja, nee, coolbox! Oh, geen was cool. Ja, natuurlijk! Even een stukje Irish One Night Stand. Ik weet niet, eens meer wat ze is. Ik weet niet eens meer wat de fuck gebeurd is. Alleen nog de... Wie is jullie YouTuber crush? Gaan we het lijken te hebben? Oké, ja. Oh ja. We kennen elkaar zo aan. Dat is het zo. Kijk hoe ik met mijn huis naar beneden ga. Ik ging echt zo. Video's. En over een aantal jaar kijken we dan weer terug naar dit. Cool. We zijn wel haftig jaar, maar we zijn wel echt veel veranderd. We zijn wel knapper geworden. Nou, vond je dit nou een leuke video en wil je de video nog op Marij's kanaal? Want we hebben echt helemaal gerepresenteerd ons leven op haar kanaal. Ja. En dan moet je eventjes op de link in de beschrijving klikken of ga naar haar kanaal toe. Bradley was de outro aan het doen en zijn camera viel uit. Nou, doe nu je outro. Oké. Like deze video, laat een leuke reactie achter en word deel van de Awkward Family. En dan